Hey Maarten, ik heb een vraag. Ik ben Dave, ik ben een student uit Delft. Ik studeer natuurkunde en ik vroeg me af wat jij van studentenverenigingen vond en hoe jij, of jij het nut ervan inziet in deze tijd en in de tijd waarin jij hebt gestudeerd. En wat jouw kijk is op het verenigingsleven en wat jij er voor- en nadelen ervan vindt. Nou, het studentenleven, Maarten. Ja, ik ben zelf aangekomen 62 en lid geworden van het Utrecht Studentenkoor. Wat natuurlijk hele specifieke eigenaardigheden vertoont. Dat vertonen alle corpora. Laat ik het eerst even over de corpora hebben. Ik moet zeggen, ik ben dat toen geworden uit hoofden van familietraditie. Mijn familieleden die gestudeerd hadden waren ook allemaal lid van het koor geweest. Mijn opa was voorzitter van de Senaat geweest, notabene in Delft. Dus ja, ik wist niet beter dat ik koorlid moest worden. Dat ben ik ook geworden. Dat is mij betrekkelijk rauw op het lijf gevallen. Waarom? Ik vond die groentijd een stuitende vertoning. Ik kan niet anders zeggen. Wat moest je doen dan? Nou ja, gekke dingen, kikkeren en natuurlijk... Kikkeren, ja. Wat is dat? Je zo, als je in gehurkte houding zo rondspringt, alsof je een kikker bent. Je moest voortdurend achterlijke liederen zingen van heel dubieuze aard. En je had de bierestafette, je had het invechten bij andere corpora. Het kon eigenlijk echt niet. Maar omdat je denkt van, wacht even, mij gaan ze niet te pakken nemen. Ik zet door, hè. Ik laat me niet wegjagen, dat is dan je houding. Dus in die zin ben ik lid van die vereniging gebleven. Waarbij ik ook, laat ik dat eerlijk zeggen, ik vond het leven in de sociëteit, of het gezellig samen zijn in de sociëteit, waardeloos. Hè. Ze begonnen altijd ineens te zingen, of ze stuurden een telegram naar de koningin. Het was echt dat je denkt, wat zijn dit voor maloten? Maar goed, ik heb ook in de Almanak-redactie gezeten, wat ik enorm leuk en leerzaam vond. Ik ben jarenlang redacteur van het Fox-krantje geweest. Fox Studio Zorum vond ik ook erg leuk om te doen. Dus ik heb, dat moet ik erbij zeggen, ook jarenlang in koorhuizen gewoond. Het waren allemaal hele leuke huizen. Moest je ook de deur verdienen? Ja, want je had namelijk bij de corpora ook normale mensen. Dus die wel eens een boek lazen en niet interessant vonden om over de politiek te spreken en niet voortdurend boeren te laten en dronken te zijn. Ja, dat was ook natuurlijk, ja, dat gaf enorme status. Je weet dat op die leeftijd geeft dat status als je enorm zuipt en niks doet en zo. Ik denk heel gemengd over de corpora. Ik heb ook tegen mijn eigen kinderen gezegd, je moet dat helemaal zelf weten. Ik ga niet zeggen, ik ga er geen reclame voor maken. Je weet ongeveer wat je te wachten staat en... Nou, mijn dochter is een enthousiast koorlid geworden in Amsterdam. En mijn zoon moest er niets van hebben. Die kende de koorleden natuurlijk uit het Utrechtse uitgaansleven. Die dacht dat nooit. En daar had ik ook wel weer begrip voor. Maar nu het algemene kwestie van de studentenverenigingen. Die hebben denk ik wel een nuttige functie. Mits ze niet zo gek doen, hebben ze wel een nuttige functie. Jammer genoeg hebben heel veel andere studentenverenigingen de neiging om die gekkigheid van die corpora, om dat ook te doen. Want ze willen ook echt meedoen. En dat is daar in principe nergens voor nodig. Maar als je bijvoorbeeld, neem zoals ik. Ik kwam op mijn 18e naar Utrecht om hier te studeren. Je kent hier geen kip. Je weet de weg niet in de horeca. Er was trouwens nauwelijks horeca in Utrecht. Dus dat je dan een soort houvast hebt in een studentenvereniging. Dat is eigenlijk heel nuttig. Maar laten ze ophouden met die achterlijke ontgroeningspraktijken. He, zorg dat je een normale, fatsoenlijke introductieperiode hebt. He, zonder dat die mensen dus voortdurend slaapdeprivatie wordt opgedrongen. Drank wordt, vooral drank en zo. Dat houdt toch eens op met dat kinderachtige gedoe met die drank. Jezus, nog een tulle. Ja, dat maakt het wat losser, dan durven ze wat meer. Nou nee, het is gewoon, het is drankdwang, anders kun je het niet noemen. Okay. He, denk aan al die hoogst ongelukkige ongelukken die er in Groningen zijn gebeurd bij Vindicat. Ja, dat was ook met water. Dan moest iemand te veel water drinken. Vindicat is ook, heeft een leercurve van Jan Doedel. He, wat voor ellende is er niet geweest en het is elk jaar weer raak. Maar ze zeggen wel dat het echt een verbinding is. Als je bijvoorbeeld in een jaarclub zit en je moet ellendige dingen doen en dat verbindt. Nou, ja, dat geloof ik niet zo erg in. Dat is helemaal niet nodig. En bij Minerva zeggen ze van in Leiden van ja, dus als we dat hebben, we hebben jaren later er nog profijt van, want we hebben toen de leiders van de toekomst ontmoet en die hebben allemaal in een boekje. Nou, dat is een feit. Dat geloof dat langdurig zijn alle ministers van justitie waren lid van Minerva geweest. Ja. Maar dat is gewoon de oude jongens krentenbrood. Dat is de old boys network, zo waar ik er fervente tegenstander van ben. Het feit dat je bij Minerva hebt gezeten zegt verder niks.
Ik ken een hele reeks van volstrekte ramdebielen die lid van Minerva zijn geweest. Overigens is het in Utrecht volgens mij komend jaar of dit jaar feest. Bestaat het zoveel jaar? Zag ik ergens voorbij komen in onze mailbox. En jij werd ook uitgenodigd of je daar iets wilde doen. Ja, dat zou best kunnen. Ben je daarvan op de hoogte? Ik heb vorig jaar nog gesproken bij een reunie van mijn eigen jaar, 62. Oké. De vraag is natuurlijk of dat kan met corona. Ja, wacht even. Eer vorig jaar dus. Hè. Vorig jaar is nu ineens 20 natuurlijk. Ja, we zitten al een nieuw jaar. Dus ja, in 2019. Ik bedoel eigenlijk in 2019, ja. Oké. Ik had er geen bezwaar tegen om tegen die lui te spreken. Ik heb nog eens uitgelegd dat sommige dingen volkomen idioot waren. Maar dat ook in allerlei opzichten wel een positieve aspect kan zijn. Ja. Want je komt in zo'n stad, hè. Ja, neem mij uit Wageningen. Ik wist van niks. Ik was een provinciaaltje. Ja, je komt in Delft terecht en, hè, ja. En je weet hecht nog sterk daar. Dan is het als start van een nieuw en ander sociaal leven nog zo gek niet. Nee. Mits ze ophouden met een gezeik over drank. Dus liever heb je eigenlijk een studievereniging. Hè, want het intelligent gedeelte spreek je wel aan. Hoewel dat ook in die studievereniging krijg je al heel gauw dan een bestuur. En dan gaan die jongens allemaal een net pak aantrekken en een deftig gezicht trekken. En dan hebben ze een lintje om met zo'n stuiver eraan hangen. Het is vaak ook van een aangrijpende infantiele flauwekul waar je niet van terug hebt. Okay. Daar heb ik niks mee. Nee. Dus met het echte traditionele studentenleven heb ik niet veel. Nee. Wat toch wel opvallend dat je je dan toch hebt laten overhalen gezien de familiegeschiedenis om het toch te doen. Je zou kunnen zeggen, ik moet zeggen dat mijn opa nogal een vrij aanzienlijk extra bedrag ter beschikking stelde, mits ik bereid was om... Ja, want ik zei, dat gaat wel wat kosten, dat voorlidmaatschap. Ja, zodoende. Heb je vrouw daar ook leren kennen? Bij de... Ja. Oké. Okay. Ja. Het was een Sinterklaasfeestje, dus van een vrouw, een jaarclub van de vrouwelijke vereniging en een jaarclub van de mannelijke vereniging. Op dat Sinterklaasfeestje heb ik haar leren kennen. Kijk, is toch wel ergens goed voor geweest. Zeker, daarom zeg ik het. Het kan sociaal wel een belangrijke rol spelen. Ja.